Nou, daarbovenop het dak staat een meneer het raam schoon te poetsen. Hij liever dan ik, ik doe het hem niet na. Dan mag hij wel bij mij gaan komen, om bij mij het keihard schoon te maken. Ja, lieve vrienden, het is vandaag alweer een vrijdag. We leven op de 22e mei en om 19 minuten over 11. Ik zal zo Rijka even uitlaten voordat Rebecca komt, want die komt straks. En het scheelt weer een jas bij gister. Ja, het is een aardig eind weer afgekoeld. Dus ja, in huis is het natuurlijk nog warm. Af en toe, als je het een beetje koud krijgt, kan je een vestje aandoen, maar is momenteel niet nodig, want ik zweet mijn eigen uit, ik weet niet wat. Maar ik moet hem toch aan, want ik moet mijn jas aan en dat is weer nylon en nylonvoering zweet. En om zweet tegen te gaan, doe je er wat onder, ja. Dus ik doe mijn vestje aan, dan mijn jas en dan ga ik met de Rijka lekker even lopen. Het is ook grauw, grijs, triest, bewolkt. Nee, dan heb ik toch liever de zon. Maar het was gisteren wel heel erg warm. Ja, en dat voor, ja. Hoe wordt men ziek buiten de corona om? Hoe wordt men ziek met dit weer? Ja. Maar oké, er zijn er twee die naar buiten willen. Kandalf en Rijka. Dus dat gaan wij eerst even doen. En dan komt straks Rebecca alweer. Rond 12 uur, dus ja, dan moet ik toch wel weer thuis zijn. Ja, ik heb wel een sleutel hoor, ze kan erin. Ja, ja. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, we spreken elkaar vandaag later. En we zien wel wat de dag ons brengen gaat. En ja, ik moet weer met de computer verder aan de gang. Al die filmpjes, hè. Ja, dan ben ik weer nou bezig om mijn mappen te doen. Van vorige week. En deze, afgelopen, nee, van de... Ja, nou, mijn hemel, met het bootje gebeuren. Bootje ligt er trouwens weer. Moet die man even appen, Marcel. Ja, wat nou? Maar dat komt goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, we spreken elkaar weer. Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, Rebecca is net de deur uit. Ja, ze is nou naar het parkeerterrein aan het lopen om de auto te halen. Dat, zoals dus, dat komt zo woensdag weer. Maar als er wordt veranderd in het systeem, dan hoor ik het wel weer. Dan appt ze me wel weer of belt ze me weer. Haar paard, waar we van de week zijn geweest, die moet geopereerd worden. Het is een beetje onsmakelijk, maar het is toch wat gedaan moet worden. Zijn ene bal wil niet inzakken, dus dat moet verholpen worden per operatie. Want anders kan hij nooit niet in een groep komen. Ja, dan moet hij altijd alleen blijven of met een kleine paardje of wat dan ook. Maar niet in een groepsverband. Nou, en dat moet toch wel kunnen, ja toch? Dus ja, daar is ze mee bezig. Ze heeft wel een trailer, maar hun eigen auto kan die niet trekken. Dus ze zoekt weer iemand die een auto heeft die hem wel kan trekken. Nou, dan moet ze hem maandagavond voor 5 brengen. Want hij moet nuchter verschijnen. En als ze dat 's morgens vroeg doet, dat lukt haar dan never niet een keer zonder te eten dat beest in een trailer te krijgen. Dus ze doet het dan 's middags om hem te brengen. En dan wordt hij de volgende dag geholpen. Maar ja, ze moet wel iemand krijgen die die trailer kan trekken. Die trailer heeft ze al. Tenminste, die kan ze alleen. Maar dan moet ze ook nog een auto zien te chatteren. Met chauffeur of zonder chauffeur, maakt niet uit. Maar in ieder geval een auto die dat ding kunt trekken. Nou, daar is ze dus mee bezig. En hoopt ze dat het lukt. En lukt dat, dan komt ze dus wel dingen rond. Ja, als die geopereerd wordt, hoeft ze niet bij te zijn. Nee.
Zo niet, dan komt ze woensdag. Maar ja, dat is allemaal afwachten. Hoe en wat, als mijn huisje mag gedaan worden. Ja toch, ik zelf hou het ook een beetje bij. En dus, en ik ga zo meteen aan het werk. Maar ik zit ook, ik ben ook nieuwsgierig. Ik ben benaderd door een dame op Facebook. Dat die werkt voor Man bijt hond. Een televisieprogramma. Ik maak nu reclame, maar ik word er niet voor betaald. Nee. Maar die wil even met mij praten, want ze vindt mijn vlogs leuk. Oké, leuk. Nou, ik ben benieuwd, dus het is afwachten wat ze allemaal wel wilt. En ze wil het een en ander van me weten. Nou ja, ze komt maar, ze vraagt maar. Dus ik heb gezegd, rond een uur of twee ben ik wel beschikbaar. Dus ik kan eerst even lekker even, nou ja, voor de drukte nou, want die stofzuiger maakt altijd zoveel lawaai. Ik heb altijd nog gezegd, ik wou dat er een stofzuiger bestond zonder herrie. En dan bedoel ik niet van die robot dingen, want misschien dat die ook geen herrie maken, dat weet ik niet. Maar een robot stofzuiger, die ziet niet alles, nee. Ik stofzuig liever zelf, dan ik een robotje rond laat gaan. Omdat vind ik maar niks. Dat hoeft allemaal niet automatisch te gaan. Je moet zelf ook wat kunnen blijven doen. Ik bedoel, je moet toch lichaamsbewegingen hebben. Nou, kom op. Die robotten, dat is allemaal niks. Nee. Hé, Ewin? Ewin? Ja, die legt op de bank. Rijka legt ook nog op de bank. Die lag er net in de mand. En ja, ik ga dus natuurlijk ook weer aan het renderen. Ja, dan moeten weer vlogs klaarkomen. En ik ben ook nog bezig met filmpjes inmappen te doen weer. Hier staat nog weer genoeg op. Dus ik heb nog heel veel te doen. Ja, heel veel. Ik moet nog even wat opruimen en nog wat weggooien. Dus ja, het gaat allemaal goed verder. Enkel ik zit niet lekker in mijn velletje, nee. Hebben jullie dat ook wel eens, dat jullie wel kunnen huilen en je weet niet waarom? Heb ik nou ook. Ja, ik heb gewoon eventjes een roddag wat dat er gaat. Ik werd ook vanochtend huilend wakker en waarom weet ik niet. Rebecca die zei al, heb je misschien gedroomd? Ik zei, wat weet ik ervan? Ik kan me niet herinneren. Ik zei, ik weet enkel dat ik huilend wakker werd. En Rijker die hoorde het ook en die kwam ook naar me toe en die wou mijn tranen blikken. Maar ja, dat doet zeer zo'n ruwe tong hè, in je gezicht. Maar het was wel lief bedoeld. En ja, ik weet het niet. Ik weet het echt niet wat er is. Nee, ik zit denk ik, ja, ben mezelf niet. Nou, dat kan gebeuren. Ja, ik geloof dat jullie dat ook wel eens hebben. Schrijf het hieronder, laat me maar weten. Ja. Nou, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet nog verder van jullie dag. Het zonnetje is hier af en toe een beetje bezig, maar het blijft bewolkt. Ja, het doet ook zeer aan je ogen. Je moet niet naar buiten kijken. Dus ik ga daarom ook straks lekker aan het werk, bak koffie erbij. En zolang ik niet hoef te luisteren naar de geluiden, doe ik de televisie erbij aan. En zodra ik moet luisteren, gaat het geluid er weer af. Ja, staat nou ook aan. Maar het geluid staat af. Ja. Maar oké, ik zou zeggen, we spreken elkaar gewoon later. En we horen elkaar ook later. Ik zou zeggen, tot dan. Nou, daarbovenop het dak staat een meneer het raam schoon te poetsen. Hij liever dan ik. Ik doe het hem niet na. Dan mag hij wel bij mij gaan komen. Om bij mij het kajuit schoon te maken. Ik vind dat me griezelig in. Ja, echt heel erg eng. Dan denk je van, daar staat op het andere dak. Nee, dat is in principe veel lager dan waar die nou staat. Ik vind dat zo eng. En daar zit onze kleine meid. Ik weet nou niet wat ik aan het doen ben, maar... Ik wou terug scrollen, maar dat wou weer. Ja, nou scroll ik weer terug. Zo. Rijka! Rijka!
Heerlijk. Ja, ze doet het goed, mijn meisje. En hier hebben we Ewin. Dag Ewin. Meisje. Oh, goeie dikke doosje. Oh, de gapie. Hé? Nou ja, en uiteraard ligt hier een telefoon. En daar is Karin weer op. Ja. Het zal niet zo wezen. Ja, het zal niet zo wezen. Maar ja, het doet er allemaal niet toe. Altijd gezellig en altijd leuk. Simpel zat, ja. Ik liet even de kijkers even meegenieten van iemand die bovenop een dak staat om zijn kajuit schoon te maken. Mag die bij mij ook al komen doen? Maar ja. Moet je het zeggen? Ja, hij is mij te ver weg. Ik ga niet schreeuwen. Ik wel voor u. Nee. Maar oké, lieve vrienden, jullie hebben het eventjes kunnen zien. En ja, ik heb ook al telefoon gehad van die dame die werkt voor het televisieprogramma Man bij het Hond. We hebben een heel gesprek gehad met z'n drieën, want ook Karin hing toen al aan de telefoon. Dus helemaal geweldig. En ja, wat het gaat worden, ik weet het niet, maar ze gaat het overleggen met haar meerdere. Dus we wachten keurig netjes af en het komt dan allemaal wel weer goed. Dus zeg, we spreken elkaar later weer. En ik ben voor jullie bezig. Ja, zoals jullie wellicht wel weer zien. En toen kwam ik weer wat kuikentjes tegen. Maar waar moeder is, weet ik niet. Of die zwemt ervoor, dat kan ook nog. Maar het zijn allemaal kleintjes. Ja. Hoe pittig. We gaan even proberen die kant op te komen. Maar ik ben bang dat het niet lukt, want ik loop met Rijka, etc. En mijn rollator staat in de berm. Dus ja, ook die moet ik terug zien te krijgen. Maar we proberen het. Even aantrekken. Hup. Ik neem mijn andere arm even. Wat een vuile troep ook, hè? Jeetje. Wil jij niet zo trekken, dame? Ik zie ze ook al niet eens meer. Ze gingen hier naar de kant toe. Maar ja. Kijk, daar gaat weer iets. Ja, dat zijn jonkies. Oei, oei, oei. Rij kan niet zo trekken. Hier, kijk, daar ligt een eend. Daar. Die ligt hier lekker. Ja. Vertel het eens. Kijk dan. Oh. Even nog. Waar is hij? Daar ligt er ook een. Waar die jonkjes nou in ene gebleven zijn. Joost mag het weten. Die zijn in ene weg. Verdwenen. Dan hoor je ze wel, maar je ziet ze niet. We wachten even keurig af. Ik zag ze verdikkempie hier vlak voor me en weg zijn ze. Nou, moe. Snappen jullie dat nou? Of snap ik dat nou?
Nou. Zie jij ze, Rijka? Ik geloof dat ik weer wat zag. Ja, daar komen ze weer. Kijk eens. Oh mooi. Oh, wat lief. Schitterend. Prachtig. Kandal, wat doe je nou? Vader en moeder pesten. Mooi toch? Of niet dan? Vind ik van wel. Ik vind het schitterend. Ja, daar zijn we weer. Thuis een beetje verwaaid en verfrommeld, maar dat doet er niet toe. Wat leuk hè, wat pittig hè, die kleine kuikentjes. Ja, maar ik snapte er even niks van waar ze zo snel verbleven. Ja, en dan komen ze in een of andere, ik weet niet hoe ver weg kwamen ze weer opzetten. Hoe ze daar zo snel zijn gekomen, ja. Dieren kunnen waarschijnlijk snel zijn. En ik hoor er nog een, die wil ook denk ik weer naar binnen. En dat is meneer Kandalf. Die liep dus ook mee en die vioeg dus eerst die vader en dan ging de moeder ook voor door. Ja, die lagen allebei op zo'n stijgerplankje van die bootjes. Nou ja, moet kunnen. Die lagen er lekker. Ja toch? Dus. Maar ja, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet nog verder van jullie dag. Ik ga lekker een bakje koffie maken. En voor jullie weer verder op de computer. Ik ben er bijna doorheen. Dan kan dit ook weer allemaal op de computer gezet worden. En dan kunnen we weer aan een nieuwe week gaan beginnen. Ja, en wanneer begint nou een nieuwe week? Ach ja, begint die nou op zaterdag of begint die nou op zondag? Weten jullie het? Ja, ik vraag maar. Ja, dan kan jullie het even hieronder zetten. Wanneer begint er nou de nieuwe week? Is dat op zaterdag of is dat op zondag? Een heleboel. We weten het niet. Nee, dat maar oké. Degene die het wel weet, die wil het eronder zetten hoor. Ik zie dat graag tegemoet. Ik zou zeggen, voor nu... Alles goed. Ja, geniet van jullie namiddag, want het is 16:31. En voor straks smakelijk eten. Bon appetit. En we zien elkaar daarna wel weer. Ik zou zeggen, tot vanavond. Doei! Ja, zo lieve vrienden, het wordt al aardig donker, hè? Ja, zeker ook. Ik ben wat vergeten. Ik ben de boel hier aan het schoonmaken geweest. De boel keurig netjes opgeruimd weer. Daar ben ik nog bezig, maar die pan die staat in de week. En dan zal ik dat morgen in de vaatwasser doen. Ik moet even de ramen schoonmaken, allemaal het neusje van Rijka erop. Moet weer even schoon, maar dat komt wel. Ja, dat komt wel. Dat is, kijk ook morgenavond doen wanneer de zon eraf is. Ja, dat moet je wel doen wanneer de zon eraf is, hè? Want anders krijg je strepen, dat is ook niet goed.
Rijk is lekker in de tuin. Kandalf, die zag je net over het scheurdakje heen gaan. Dus ja, laat maar lekker gaan. En ik ga zo meteen naar Facebook. Ik heb weer een filmpje gerenderd. Die is nou net naar YouTube toe. Dus ja, allemaal klaar. En nou de tijd voor mezelf televisie kijken en naar Facebook toe. Dus lekker rustig aan. Ik heb ook het plaatje al klaar. Dus allemaal leuk. Allemaal goed. En ja, nou zeg ik ook gewoon, er is een tijd voor komen en er is een tijd voor gaan, toch? Ja, dus we gaan nou lekker weer eens afsluiten. Je hebt zo'n beginnetje van een vlog en je hebt zo'n einde van een vlog. Dat gaat gewoon iedere dag weer. En ja, voor nu dus ook, ik zou zeggen, een fijne, liefdevolle avond gewenst. Wees lief voor elkaar. Maar houd die afstand 1,5 meter. Ja. En dan komt alles goed. Zeker weten hoor. Kom op. We zijn met elkaar. We doen het met elkaar. En ik zou zeggen. Voor later op de avond natuurlijk. Wel rustig wanneer je zover bent. En hele mooie dromen. Maar het allerbelangrijkste is wel weer. Gezond uit je bed zien te komen. En graag tot aan de andere kant van de nacht. Ik zou zeggen. Tot dan. Doei doei!